Lekker een middagje vissen in de zon aan de randmeren. Het leven van de visserman is mooi. Ik heb gevoerd op een meter of 10 en op een meter of 60 uit de kant. Ik ben overal blij mee, maar ik hoop stiekem toch een klein beetje op winden. Ik ben hier nu 2 uurtjes en het is taai. Ik zie alleen maar voerentjes en kleine baarsjes. En die wind uit het oosten, ja, die wordt er ook niet vriendelijker op. Ik ga een jas aantrekken en ik ga een stukje verkassen. Hopelijk gaat het hier beter dan op de randmeren. Ik heb in ieder geval wat minder last van die koude wind. We zullen het zien. Ik heb nog een paar uurtjes vanmiddag. Er gaan 2 bommetjes in en daarna nog een half blikje mais, verspreid over 2 plekken. Bij het afzoeken van de bodem kwam ik rechts een beetje wier tegen. Dus daar heb ik een pop-up van 12 mm gemonteerd. Met op 5 centimeter een poetieballetje van 1,5 gram. Links zit nog gewoon mais met een kattenbrokje aan de haak. Op een her uiteraard en gewoon met een wartellootje. Nu maar kijken of het lukt. Ik zit inmiddels 2 uur te vissen op een kanaalplas. En het is al net zo slecht als op de randmeren. Ik krijg gewoon helemaal geen beet. Het is wel een stukje aangenamer inmiddels, want die noordoostenwind is afgenomen. Het is nu wat lekkerder. Maar ja, pak niks. Ik probeer het nog een uurtje en ik meld me nog als er iets gebeurt. Tot straks, hoop ik.
het is een prachtige vis. Van 64 centimeter. Dat is toch best de moeite waard dan. Op een dag als vandaag. Ik ga haar snel terugzetten. Come on, baby. Ga maar. Nou, bedankt voor de vangst. En nu kindjes maken. Zoveel als je kan. Prima vis hoor. En weer een dame. 58 centimeter deze keer. Ik ga de snel terugzetten. Nou, twee brasems op de linkerhengel met mais en een brokje. Heb ik de boilie eraf gehaald van de rechter. Daar zit nu ook mais met een brokje op. Ik ben benieuwd. Het is weer een prachtig vrouwtje. 62 centimeter. En ze komt ook weer van de linkerhengel. Misschien een goed moment om te stoppen. Niet overdrijven. Dat was het weer voor vandaag. Ik ben blij dat ik toch nog even geweest ben. Want het weerbericht voor de komende 10 dagen, dat ziet er verschrikkelijk uit. Het
temperaturen gaan nog verder naar beneden met hele lage nachttemperaturen. Er komt heel veel regen, heb ik begrepen. En er was zelfs sprake van sneeuw. Nou, we zien het wel. Tot de volgende keer.